Dries van Gestel, winnaar van de Ronde van Drenthe vandaag. Jumbo-Visma was met een overtal in de finale, maar ja, hoe hebben die dat uitgespeeld volgens jou? Ja, ik denk wel goed. Maar ik denk niet dat ze de snelste sprinter bij hadden. En we waren op de Vanberg de laatste keer voerde ik zelf de Force en ik voelde wel dat ik sterk was. Ik dacht, ik kan meer beter eerste plaats hard rijden dan vijfde plaats hard rijden. Op de top waren we denk ik met vier renners en ik zag Timo eigenlijk op 2 meter van mij in de afdaling en hij pakte niet meteen over, dus ik wist wel dat het heel hard was. Dus ja, dat is al een eerste signaal dat het pijn doet bij iedereen, ook bij mij. En dan in de finale gingen we denk ik met 6 renners de finish naar de finish. En ik voelde wel dat de jumbo's ja, aan het spreken waren natuurlijk. Totdat ze op 5 kilometer van de finish begonnen te demareren. Hugo begon al te zeggen van ja, maar ja mannen, zo niet, want we hebben niet heel veel voorsprong. Dus ja, die was al wel nerveus. Het feit dat de jumbo's al begonnen te demareren was teken dat ze niet veel vertrouwen hadden in hun sprint. Timo ken ik, die is normaal gezien heel snel en sterk. Mick van Dijken ken ik zo niet, maar ik denk wel dat hij ook wel redelijk snel is. Mick en Demi van Dijken, dus... Als ik de belofte wedstrijd een beetje gevolgd heb vorig jaar. Maar het feit dat ze demareerden was toch een teken dat ze niet veel vertrouwen in hadden. En ik voelde me eigenlijk goed. Ook via de radio, de ploegleider zei van, je hebt nog de frisse benen. En dan kwamen we eigenlijk in de industriezone op 3, 4 kilometer van de finish. Mick ging langs links. Barnabas en ik counterde redelijk vlot en dat was het eigenlijk getelefoneerd, dus ik moest gewoon alleen rechts over de schouder kijken en ik zag Timo al demareren. Dus ik verwachtte mijn eigen er al aan en ik kon al een beetje snelheid maken. En ik had geluk dat Hugo ook meteen counterde, dus kon ik achter Hugo mee in de slipstream. En toen keek ik over mijn linkse schouder en toen waren we nog met 3, 20, 30 meter voor Mick. Barnabas en de renner van Ablok. Ja, sorry, die naam ken ik nu niet meteen. Ja, ik ken meestal wel de meeste renners, maar ja. Swat. Ah ja, mooi. Was sterk dat hij hierbij was, want ik denk wel dat het redelijk sterk, redelijk snel bergop ging. Dus ik zag dat we met 3 een kleine voorsprong hadden. Timo had al gedemareerd, Mick ook. Hugo had al gereageerd op een aanval. Dus je had ook wel al iets. Ja, iedereen had al geleden, ik ook. Maar ik voelde me eigenlijk nog goed en kwam ongeveer 100 meter voor een rondpunt. Daar ik wel vertrouwen in had in mijn bochtenwerk. Dus ik ging vol aan met het gedacht van gewoon vol door een bocht te gaan. Ik mis hem niet per se, maar ik zag de opportuniteit om over het borduurtje te springen. Ook een paar crossen gereden van de winter, dus die techniek zit wel goed. En dan ben ik eigenlijk erover gegaan. Ik zag dat ik meteen een gat had. Ja, Hugo, als hij niet meteen op het wiel zat, gaat hem ook niet het gat toerijden met Timo in zijn wiel. En daar heb ik nog 1 keer achterom gekeken. En toen zag ik, denk ik, Mick, die dan teruggekomen was op Timo en Hugo, die op kop aan het rijden was. Maar ja... Je kunt maar beter 100 meter voorrijden dan 100 meter achterrijden, dus het gat moet nog altijd gedicht worden. En dan heb ik eigenlijk de ronde punten die dat er nog waren op 2 kilometer aan de finish redelijk snel en vlot genomen. De laatste kilometer was ja, links 300-400 meter heel veel wind tegen, dat was wel heel lastig. Maar ik zag aan mijn snelheid dat wel redelijk vooruit ging en ik voelde me eigenlijk wel leeglopen niet, maar ja, in die fase van de wedstrijd heeft iedereen wel zere benen. En dan de bocht naar links op 400 van de finish was ik al de bocht uit toen dat de anderen nog de bocht in moesten gaan. Dus ik was wel zeker dat ik ging winnen. Dus. Wat betekent deze zege voor jou? Ja, toch wel. Ik ben het seizoen goed gestart. Saudi, goed gevoel aan overgehouden, maar niet echt een resultaat. Uit dat El Sol in extreem is erbij gekomen omdat we ja, met te weinig renners waren door... Ja, COVID. maar dat was eigenlijk heel goed, daar heb ik heel veel vertrouwen op gedaan, ondanks, we hebben een goed resultaat met de ploeg gereden, met Christian. En dan het openingsweekend had ik eigenlijk een heel sterk gevoel.
omloop goed, maar niet mee met de eerste groep. Mijn eigen fout een beetje. Kuurne de zesde. En Samijn eigenlijk een heel sterk gevoel, maar gegokt en verloren in de sprint. Dus ik wist wel dat, dat de vorm goed was. Maar de trainingen gingen ook heel vlot. Dus ik wist wel dat ik goed was. Maar de wedstrijd is altijd afwachten en de wedstrijd is geen training. En ook vandaag in het begin niet super gevoel. Het was ook vroeg start, goed aangekleed, een beetje fris. En dan vanaf dat de zon erdoor kwam, begon het te beteren. Dankjewel. Dankjewel. Top.